Hallo lieve vrienden en vriendinnen van de YouTube. Daar ben ik weer met mijn nieuwe tutorial. Mijn eerste tutorial was een groot succes. Ik ben heel erg dankbaar voor. Heel veel mensen hebben ernaar gekeken. 26. En ik heb heel veel reacties gehad ook. Dus aan het eind doe ik dan ook fanmail en hate mail, zeg maar. Gewoon omdat me dat leuk lijkt. Dus ik heb 3 reacties gehad. En nu ga ik iets heel anders doen. Want één iemand had ook al gevraagd wat ik dan allemaal zou kunnen doen voor tutorials. En daar kom ik vast nog wel een keer op terug, want dit wordt denk ik mijn nieuwe werk. Sorry, er is iemand op zolder bezig. Nu ga ik een tutorial doen over, want zoals jullie misschien wel weten, maar misschien sommige mensen ook niet, ik ben eigenlijk een hele goede zanger. En en nu wou ik een tutorial doen over iSing, zeg maar, het gaat wel weer over i, zoals iMovie, iPad, iApple, alles met i, zeg maar, eigenlijk, op zijn Brabants dan. En deze gaat over iSing Blue Notes. En deze is eigenlijk speciaal voor Jérôme. Want Jérôme heeft me dat geleerd ooit, in een ver grijs verleden. Althans, hij is ermee begonnen en daar ben ik mee gaan experimenteren en onderzoeken en voelen. En weet je wel, waar zit het dan precies? Nou, dus dat doe ik dan met een liedje van Twarres. En dat heet Dancing in the Sun, of zo. When I saw you guys dancing in the sun, a shadow fell from my heart. You were the worst mistake she ever made. Yes, you laughed too loud at her jokes. Yes, I know you were funny, but I couldn't laugh because I knew where it would lead. Ja, zo dus. Oh, ik ben midden in de opname. Wat voor je, ik zit midden in de schoonmaak. Nou, en dan nu fanmail en hate mail. Ing van Soest zegt, I learned a lot of this. Dat is Engels voor, oh, en give you, het gaat dus kus. Te snel, andersom. Tot zover mijn iSing tutorial, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Als je nog vragen hebt of ideeën over nieuwe tutorials, schroom niet, stuur me een e-mail via tutorial@gmail.com of subscribe hier, of meld je aan voor mij hier, of iets anders hier, maakt niet uit. Je kan me gewoon altijd bereiken. Ik heb mijn telefoon de hele dag bij me. Of je kan sms'en, maakt niet uit. Rooksignalen, ik kijk gewoon de hele dag naar de berg. En als ik iets zie, dan ik wapper gewoon terug. En dan reageer ik misschien. Of niet, kan ook. Bedankt voor het kijken. Dag.